Hallo, jongens en meisjes. Het is weer woensdagmiddag. Oh, Hans. Wat heb je nou gedaan? Wat zie je eruit, man? Geen gezicht. Wat is er met me aan de hand, Boris? Oh, verschrikkelijk. Hoe durf je zo op televisie te komen? Dat kan toch niet? Wat, dat kan toch niet? Heb ik een vlek op mijn trui of zoiets? Of is er iets anders aan de hand? Hé, Boris, zit me nou niet zo aan te staren, zeg. En oh, dat kan niet te roepen. Zeg me liever meteen wat er aan de hand is. Nee, dat durf ik niet, hoor. Het is te erg. Ga maar even hiernaast in de kleedkamer in de spiegel kijken. Oké, maar dan moet jij wel even de aankondiging maken. Het is geluk, jongens en meisjes. Hij is erin getrapt. Wat een grap, hè? Wat een goeie mop. Ik zie niks, Boris. Wat is er dan aan de hand? Kijk toch maar eens heel erg goed. Wat stom van me. Het is 1 april. Je hebt me gewoon in de maling genomen. Was het goed of niet? Nou, zeg eens eerlijk. Ja, het was een hele leuke mop, Boris. Maar laten we nu maar met de kinderbios gaan beginnen, hè? Je kan het toch niet hebben, hè? Dat ik je erin heb laten tuimen. Ja hoor, ik vond het een hele leuke mop, maar alles op zijn tijd. En trouwens, ik denk dat de kinderen vandaag de hele dag al grappen en grollen hebben gemaakt. En dat ze nou eens een keertje naar leuke tekenfilms willen gaan kijken. Nou, daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Dus wat mij betreft mogen ze beginnen. Oké, daar gaat hij. En jullie jongens en meisjes, heel veel plezier en tot straks. Hoi. Het verhaal van Gidi Giraf wordt verteld door Jody Pijper. Gidi Giraf, ons vriendinnetje, is uit de dierentuin weggelopen. Weten jullie nog wel? Maar heimwee heeft ze nog steeds niet, hoor. Ik wil iets heel bijzonders gaan beleven, zegt Gidi in zichzelf. Ik loop gewoon door deze straat en ik zie wel waar ik terechtkom. In de mensenwereld verveel je je als dier nooit. Ik kijk mijn ogen uit hier. Aan het eind van de straat is een groot park. Wat is het hier gezellig, denkt Gidi. Wat kun je hier lekker wandelen en spelen. Wat een ruimte en wat een sappige blaadjes aan de bomen. Met grote ogen van bewondering kijkt Gidi om zich heen. En dan wordt haar aandacht getrokken door een bloemenperkje met prachtige rode bloemen. Flippy Vlieg en Wammes Wesp hebben me eens verteld dat bloemen een heerlijke geur hebben. Moet eens even ruiken. Ze zet haar voorpoten een halve meter uit elkaar en buigt haar lange nek. Oh, ik haal het niet, steunt Gidi. Hoe komt het nou dat ik zo'n spierpijn heb? Ik heb me zeker te veel ingespannen de afgelopen dagen. Als ik terug ben in de dierentuin, ga ik elke dag kniebuigingen maken. En ik ga trimmen om weer wat fitter te worden. Hebba! Nou weet ik nog niet of bloemen echt zo lekker ruiken. En zo moppert Gidi nog even door. Ze ruiken echt heerlijk, hoor, zegt opeens een vrolijk stemmetje. En een leuk meisje loopt naar Gidi toe. Fijn voor ze, zegt Gidi kattig. Ze kan het niet uitstaan dat ze er niet bij kan. Maar het meisje, dat Sascha heet, laat zich niet afschrikken door Gidi's humeur. Ze plukt 3 prachtige bloemen en begint langs Gidi's voorpoot omhoog te klimmen. En dat is helemaal niet makkelijk, hoor. Maar via heup, rug en hals lukt het allemaal prima. En voordat Gidi er erg in heeft, heeft Sascha de bloemen al in haar neusgat geduwd. Dat kietelt, giechelt Gidi. En Sascha begint ook te lachen. Nou, ruikt dat goed of hoe zit dat? Vraagt ze.
Gidi snuift. En snuift. Ze kan er niet genoeg van krijgen. Flippy en Wammes hebben niks overdreven, mompelt ze. Heerlijk. Bedankt dat je je zo voor mij hebt uitgesloofd, hoor. Dankzij jou heb ik mijn vrolijke bui weer terug, zegt Gidi tegen Sascha, die met een paar lenige bewegingen van haar nek klimt en op de grond springt. Sascha lacht. Kom op, joh. Dan zal ik je de rozen en de hyacinten en viooltjes en de anemoontjes ook laten ruiken. Ga je mee? Het verhaal van Bolletje en Bastardsuiker wordt verteld door Arno Guldemond. Op een dag komt Bolletje met een vrolijk gezicht thuis. Bastardsuiker kijkt verbaasd naar het ding dat hij bij zich heeft. Wat is dat nou? Vraagt ze verwonderd. Lacht Bolletje. Dit is nou een motor, lieve Bas. En wat voor een. De verkoper zei dat ik er even op mocht rijden. En als hij bevalt, dan koop ik hem. Giechelt Bastardsuiker. Zo'n ding is veel te zwaar voor jou. Daar kun jij nooit op rijden. Pas jij even op je woorden, meisje. Zegt Bolletje beledigd. Ik zal jou eens laten zien dat ik gemakkelijk mee zou kunnen doen aan de Grand Prix. Is de Grand Prix niet alleen voor auto's? Vraagt Bastardsuiker. Maar Bolletje hoort er al niet meer. Hij gaat op de motor zitten, geeft gas, laat de koppeling los en hij scheurt weg. Geschrokken staart Bastardsuiker hem na. Wat een vreselijke snelheid. Ze ziet hem al niet meer. Oh, daar komt hij aan, gilt Bastardsuiker bang. Maar zoef, weg is Bolletje weer. Met zijn handen stevig om het stuur geklemd, met een verbeten trek om zijn mond en met wapperende oren zit Bolletje op de motor. Zoef, het lijkt wel of hij steeds harder begint te rijden. Om indruk op mij te maken, denkt Bastardsuiker, uitsloven. Maar als Bolletje voor de zoveelste keer voorbij flitst, roept hij angstig, ik weet niet meer hoe ik dat ding moet stoppen. En zoef, weg is hij weer. Zenuwachtig denkt Bastardsuiker na. Hoe moet ik die arme hond nou redden van dat gevaarlijke, hondsdolle ding, mompelt ze. Opgewonden rent ze de tuin uit. En pas als Bolletje 58 rondjes om het huis heeft gereden, komt Bastardsuiker er weer aanrennen. Ze trekt de verkoper van de motor met zich mee. En nou zegt u precies tegen Bolletje hoe hij dat ellendige ding moet afzetten. Ja, dat doe ik, stottert de verkoper zenuwachtig. Maar het is al niet meer nodig. De motor komt vlak voor hun neus tot stilstand. De benzinetank is leeg. Neemt u dat stuk ijzer alstublieft weer mee, zegt Bastardsuiker. En met een zenuwachtig lachje voegt ze eraan toe. Hij past niet in onze schuur, ziet u. Goed, mevrouw, goed. De verkoper loopt naar de motor en sleept hem de tuin uit. Bij het hek roept hij nog, we hebben nog kleinere soorten, hoor. Nee, dank u, roept Bastardsuiker terug. Bolletje is ook weer tot rust gekomen. Zal ik toch maar eerst eens motorrijlessen nemen, Bas? Vraagt hij plagend. Maar Bastardsuiker houdt wijselijk haar mond. Het verhaal van Linda in de dierentuin wordt verteld door Meta de Vries. Hey Benny, wat ben je aan het doen? Vraagt Linda aan de bruine bever. Ik bouw een stuwdam, bromt Benny. Leuk zeg, zegt Linda. Wacht even, dan kom ik je helpen. Linda logeert al een week bij oom Barend, de directeur van de dierentuin. En ze heeft in die week al heel wat vriendjes gemaakt door haar opgewekte humeur en haar behulpzaamheid. Maar Benny weet niet wat hij hoort als Linda haar hulp aanbiedt. Zou ze een grapje maken, denkt hij. Hij kijkt Linda onderzoekend aan en begint te grinniken. Mensen als jij kunnen geen stuwdammen bouwen en zo'n kleintje als jij helemaal niet, zegt hij. Ai, dat vindt Linda zo te zien geen leuke opmerking. Ten eerste ben ik niet klein en ten tweede kan ik heel wat beter stuwdammen bouwen dan jij. Hehe, opschepster, zegt Benny. Hij pakt een dikke boomstam en trekt deze met moeite naar het beekje. Nou Ben, als je me niet gelooft, zal ik je wel eens even wat laten zien. En overmoedig klimt Linda over het hek. 36 centimeter, 24 centimeter plus 6 centimeter gedeeld door 4 millimeter. Oh nee, deze stam is duidelijk te lang, zucht Benny. Ik haal wel even een zaag voor je hoor, zegt Linda, als je even geduld hebt. Nee, nou wordt die mooi. Waar heb ik nou een zaag voor nodig? Ik heb geen kunstgebit. Je beledigt mijn grote sterke voortanden, meisje.
Benny gaat op zijn achterpoten staan. Hij neemt de stam tussen zijn voorpoten en met een joetsiejip begint hij het overbodige hout eraf te knagen. Daarna schuift hij de op maat geknaagde stam over de beek. Of het goed, zegt Linda bewonderend. Vooral dat joetsiejip, dat klinkt er leuk bij. Benny krijgt een kleur van trots en opeens is hij veel vriendelijker. Nou, als je wilt kun je me eigenlijk wel helpen, Lin. Als jij nou modder van de bodem pakt en dat tegen de boomstam smeert, lekker veel modder, goed? Ja, goed. Intussen sleept de kleine bever stenen, takken en bladeren naar de oever van de beek. Als hij genoeg verzameld heeft, vertelt hij Linda precies hoe ze de takken en bladeren over de stam moet verspreiden. Uitgelaten woelen haar kleine handjes in de modder. Lachend kijkt Benny naar Linda's geklieder. Hij is al lang klaar met de rechterkant van de dam. Ja, wij bevers zijn nu eenmaal fantastische bouwmeesters, timmermannen en handarbeiders. Mijn vader, moet je weten, die was... Linda zucht als Benny weer begint op te scheppen over zijn vader. En terwijl ze naar haar vuile jurkje en haar smerige sokken kijkt, denkt ze aan haar vader, de directeur van de stomerij. Inkie de Inktvis, met de stem van Jaap Stobbe. Dan even trekken. Zo regelen we dat. Nou, rustig, Inkie, rustig. Je zit een beetje in de knoop. Dat is helemaal niet waar, hoor. Mijn manager had gelijk. Ik moet onmiddellijk in de aanval. Nou, kan je dan helemaal niks origineels bedenken? Alsjeblieft, zeg. Toch hou ik niet van geweld, hoor. Tenzij ik echt kwaad word. Wel eens gehoord van de roterende rol? En de lijflinkie? Zo gaat hij goed, Inkie. Je hebt hem. En waar is het teentje? Maar nu heb ik jou. Met armen en benen. Ja. Oh ja? Dacht je dat nou heus? Die gast, die heeft zoveel armen en benen. Het lijkt wel echt Inktvis. Oh, maar ik dacht dat je dat wist. Ik ben een Inktvis en ik heet Inkie, meneer. Een echt Inktvis? Help, ik wil weg. Jij hebt gewonnen, help. Oh. Inkie, je was fantastisch. Fantastisch. Kom maar gauw terug naar Bummeland. Je wordt ons hoofdnummer. Ik maak een ster van je. Is het me dan toch gelukt? Dames en heren, hier in Bummeland. Mag ik u voorstellen, onze nieuwe ster van vanavond, Inkie. Oh, heerlijk zeg. Alleen, wat zou de baas nou voor me uitgedacht hebben, zeg? Inkie, wereldkampioen worstelen. Zijn tegenstander van vanavond is Klapkaak de krokodil. Als dit showbiz is, nou, dan wil ik niet hoor. Help! Help! Jongens en meisjes, de ster van de show, de koning der detectives, schuilnaam Olifant met de stem van Tol Hansen en de huismuis is Kloes van Mechelen. Kijk eens, er hangt een boodschap voor je. Oh jongens, oh, ik hoop dat het een nieuwe opdracht is. Waar, huismuis? Daarboven joh, er staat schuilnaam Olifant. Hou je gereed. Ik snap hem. Je opdracht, schuilnaam Olifant, is ontmasker dief Vlugge Fransje. Hij besteelt al enige tijd rijke patiënten die in het ziekenhuis liggen. Laat je als patiënt inschrijven en overmeester de schurk. Maar er is niks met mij aan de hand. Dat komt nog wel. Oho, wegwezen. Oh, jongens. Oh, arme man. Eerste hulp! Maar. Wat is er gebeurd, ouwe jongen? Huismuis! Wat ben ik blij dat ik jou weer zie. Hoe gaan de zaken?
Ik heb ontdekt dat er nog slechts 2 patiënten niet beroofd zijn. Nog niet. Mevrouw Rotsebots en meneer Waldemar Koot, de oude miljonair. Hij heeft 8 miljoen gulden verborgen in zijn matras. 8 miljoen? Kom mee, huismuis. Ik moet vlugge Fransje ontmaskeren. Daar gaat ie. Veiligheidsonderzoek, mevrouw Rotsebots. Mag ik voorstellen dat u uw juwelen in een kluis stopt en... Deze patiënt moet onderzocht worden. Uitstekende conditie, mevrouw Rotsebots. Er is niks om u zorgen over te maken. Help! Ik ben gestolen! Schuilnaam, dat was geen dokter. Dat was vlugge Fransje, verkleed. Ik heb niet om een verpleegster gevraagd. Ga weg! Ik ben geen verpleegster, meneer Koot. Ik ben schuilnaam Olifant. Niet te geloven, wat een fantastische vermomming. Eén van zijn beste, meneer Koot. Uw matras in zijn veilige handen. Veilig, zegt hij. Houd uw deur op slot tot ik vlugge Fransje ingerekend heb. Huismuis, jij doorzoekt de bovenverdieping en ik het laboratorium. Gesnopen. Op slot. Ik moet de sleutel hebben. Toch moet vlugge Frans hier ergens zijn. Hé, wat doe je daar? Hier met die sleutel schuil. Nooit van mijn leven, vlugge Fransje. Je onderschat me. Vette varkensboot. Verloren, schuiltje. Ik heb niet om een dokter gevraagd. Ga weg. Maar, meneer Koot, we moeten uw been onderzoeken. Hé, laat me naar beneden. Gek. Met uw been is het prima, maar uw matras is ziek, ziek, ziek. Het moet mee naar de operatiekamer. Help, ik ben bestolen. Mis. Deze matrasectomie is uitstekend gelukt. Meneer Koot, wat is er? Een of andere idiote dokter heeft zojuist mijn matras gestolen. Haal schuilnaam Olifant. Eerlijk gezegd, ik ben schuilnaam Olifant. Ik ben er weer ingelopen. Wat een grandioze vermomming. Maakt u geen zorgen, meneer Koot. Dit regelen we. Vlugge Fransje komt hier niet weg. Ik zal de uitgang bewaken. Schuil, je hebt helemaal geen tijd gehad om te eten. Dus heb ik maar wat voor je meegebracht, ouwe jongen. Pinda's. Bedankt, muisje. Maar ik heb er geen tijd voor. Pinda's! Kom op met die handel. Ik smeer hem onder zijn neus door. Of wat er voor door moet gaan. Bedankt, huismuis. Dit had ik net even nodig. Wacht eens even, meneer. Ik wens al dat geloop hier door de gang niet. Poeh, ze hebben hier kostbaar afval in het ziekenhuis. Dat is geen afval, schuilnaam. En die man is geen schoonmaker. Aha, dat is vlugge Fransje. Je bedoelt verdwenen Fransje. Pas op, huismuis! Vlugge Fransje gaat er vandoor. Nee, helemaal niet. Let maar op de boemerang. Hup. Hebbes. Het regent geld. Hebbes. En nog snel ook. Schuilnaam Olifant, het is te maf. Ach, het is niets van betekenis. Gewoon een routineklusje. Bedankt voor het redden van mijn 8 miljoen, schuilnaam Olifant. Graag gedaan, meneer Koot. Dat is nou net weer iets voor zo'n snelle vogel als schuilnaam Olifant. Mag ik u vragen, aangezien vlugge Frans uw matras kapot gesneden heeft, waar bewaart u nu uw geld? Jij hebt jouw geheimtjes, jongen, en ik de mijne. Hattie Dex, met de stem... Popeye is Joop Doderen, Olijfje, Hattie Blok en Brutus, Jaap van der Moeren. De kracht van dit basis zit in de spinazie.
Jou grijp ik. Hé, hey, wacht eens even. Moet je opletten. Nom, 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 nom. Kijk nou eens even. Wat gebeurt er? De kracht van dit basie zit in de spinazie. Heer Popeye de Zeeman. En straks meer over de schatgraverij. Oom Popeye, waarom rookt u pijp? Ik rook niet. Ik hou hem alleen maar tussen mijn tanden. Oh, je denkt weer dat je het beter kan, hè? Ik daag je uit met hardlopen. Wat is er, jongeman? Rokende oogjes? Die rook is de pest. Ik weet het best, zegt Popeye de Zeeman.